tonight just to fuck you up. En dan zeg ik dikke, vette peace! Ze zijn bij ons aan het heggen snoeien. Wat een ongelofelijke smix, mix, 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 mikkelbeen. Lol. Haha. Ik ga straks weer zwemmen. Ik moet eerst nog even wat dingen van de camera afhalen. Zodat er weer ruimte is. Oh. En ja, dat was nieuw natuurlijk nu. Het is nu 11:30. Dit is onze laatste dag hier. Morgen is onze laatste dag hier. En dan gaan we op naar Sally. Want die komt volgende week. En dit is in mijn slaapkamer, dit is die van mijn oma. En ja, dat was mijn nieuws. Kersensaus, bij de Lidl gekocht. Een kersensaus, ja. Yeah. Bij de Lidl gekocht. Is het gewoon goed, ja. Oeh, wat mijn moe. Is het gewoon goed, ja. Ik zit in de bubbelbaan. Is het gewoon goed, ja. Wij gingen toen naar Westerbork en ik heb al een video daar een keer over gemaakt en dat was in Special 2 Kamp, Special 2 Kamp Westerbork. Ik ga er niet uit de video laten, ik stop het er gewoon in, anders wordt het echt een fucking kut video van 5 minuten, daar heb ik echt geen zin in. Dus hou er rekening mee dat het al een keer eerder online is gekomen, maar geniet er nu van. Dit is al eerder online gekomen, dus ja, nu, we gingen nu naar Westerbork. Ja, dit heb ik even met een andere mobiel gefilmd en... Oh, ik kan dat helemaal niet zien. Wacht even. Met dit kleine dingetje. En dat is wel slechte beeld, maar mijn eigen was leeg. Dus geniet nog even.
Pa. Nou, mijn mobiel is leeg. Dus, ik moet met de kleine filmen. We gaan naar kamp Westerbork. Ja, we gaan erheen. We doen een klein eigen fiets, 5 kilometer. En dan gaan we door naar het centrum. Nou, ik kom de koffie gaan halen. En nog wat andere dingen. Oh, godverdomme. Dus, ja. Want het is een eigen fietsje. Was zo. Lama's. Hallo meneer Lama. Nou ja, we zijn nog steeds onderweg naar Westerbork en ik moet nog steeds met de scootcamera filmen. Ja, dat is gewoon niet zo goed. Oké, we zijn bij kamp Westerbork. Na een heel. Nou, ik vond het eigenlijk niet zo ver. Jij dan? Dus hier ben je nog nooit geweest? Nou ja, jullie zijn hier voor zeker wel al een keer geweest. Kiek, het glazen huis. Zie je wat? Ik wil het even bekijken. Staan we hier. Deze groep mag je maximaal 2 cherrycans meenemen. Er wordt verwacht dat de waarde de komende tijd zeer schaars zal zijn. En wat is dit? Jongmaat, wat is dit? Is dat hier? Vreemd. Maar ja, we moeten nog 5 kilometer. Op ons fietsje door het mooie, schone Drenthe. Sterrenwacht. Wat is de sterrenwacht? Ik heb een sterrenwacht. En wat is dat? Ja, in de lucht kijk naar sterren. Oh? Dat is een sterrenwacht. Weet je wat mama allemaal zei? Ze zooi. Wij zijn nog even onderweg. Ik heb wel glazen uit van boodschap, jongen. Tekening, ik zal tekening en 2 geld. Van mijn moeder, een tekening die ik zelf reeds heb gemaakt. Laat hem even zien. Hartstikke idee. Het is een zon. Nou, doe hem erin. Doe ik hem even open voor je. De DJ's zitten daar. Roep anders even een boodschap naar ze. Boodschap! Hey, Giel! Hou het mogelijk, gek! Ja, bedankt voor alles. Graag gedaan. Heel bedankt. Nou, is dat even leuk? Heb je nog gesproken ook? Ja. High five. Helemaal jouw dag, of niet? Ja. Letterlijk. Kijk, letterlijk het glazen huis. Ja, oh. Enthousiast. Dat kan helemaal aan het begin. Of hier. Maar dan moet je wel een eindje lopen. Weet je wat mama en Robert deden? Die fietsten gewoon tussen al die mensen menigte door, hè? Zet hem daar maar neer, waar die anderen zo neer. Die fietsen gewoon overal tussendoor, hè? Parkeer de fiets bij zo'n monument. Ja, dat denk ik. We zijn niet groene mensen. Ik noem dit het glazen huis. Tekening en 2 geld. Van mijn moeder. Boodschap! Hey, Giel! Hoe is het mogelijk, gek? Hey, kerel, man! Ja, oh! Enthousiast, Pa! Wat staat hier? De houten woning werd in 1939 gebouwd voor de directeur van... De buslijn moet er ook. Ik ga mijn fietsen ergens parkeren, ik ben niet mama. Nee, ze deed dat ze deed naar weg, hoor.
We zijn er. Hallo. Hallo, ben ik even. We zijn in Westerbork. We zijn nu bij Westerbork en dit zijn van die muren. Gewoon maar muren? Ja, ik weet niet. Hier zaten ze gevangen voor mij. Ik hoop dat dit nou ook eindelijk wel wordt opgenomen. Kuttelefoon. Als ik daar een plastic ga in wonen. Ja, het plakt me achter die muur. Niemand die het ziet. Ik weet niet of je daar mag komen. Maar in de bos. Wat is dit? Poa. Nou, hier zitten allemaal vreemde gaten. Hey, wat is dit? Ah, leuk. Krijt staat er ook echt. Ja, dan moet je helemaal weer terug naar dat centrum, hoor. Ja. Oh, kom hier. Een zakje vliegt er gewoon echt letterlijk weg. Poah. Ga meer kijken. Wat is dit? Nou, hout of steen? Nee, het is steen, maar in de vorm van hout. Poah. Dat is wel mooi. Weer zo'n nep. Ik vind het gewoon fucking slecht, jongen. Anders is hij gewoon weggehaald en dan weer opnieuw gebouwd. Is fucking niet leuk. Dan is de echtheid ervan weg. Nou, daar verderop zie je misschien de wagons. Poah. Daar komen we straks nog wel even langs. Allemaal zo gelukkig en blij. Allemaal daar zo gelukkig en blij op die foto. Ja, maar ze wisten niet dat er ging gebeuren. Oh. Dat begrepen ze niet. Nou, dit is... Ja. Wat? Yo, hallo, mag ik wat eten? Iets, doe maar een snoepje. Huh? Nee hoor. Is dit van hout? Dit is van hout. Nou, dan is daar nog één gebouw. Voor mij is dat het gebouw. Belangrijkste van mij. Omdat het helemaal om die hek is gezet. Nou, hier zijn we nu weer. Poah.
Nou, dit moet hout voorstellen. Dit moet ramen voorstellen. Als je dit soort ramen nou had, hè, dan ging er nooit wat kapot. Stinkende ramen. Hoor je er zoveel bal in. Het glas zou eigenlijk zo sterk als steen moeten zijn. Alle ballen kunnen erin schieten, maar het gaat niet kapot. Ja, kijk, ja. Daar is een toren. Daar, ja, daar staat voor mij een kaart. Van dit hele kamp, hoe dat vroeger eruit zag. Oh, oude kaart. Ja. Nou, hier staan allemaal brieven. Brieven. Nu ga je gewoon appen. Hallo meneer op de fiets. Kijk hier, hem zal allemaal niet. Ja, ik ga daarin hoor. Ja. Mag je daar een foto maken? Maar die zat er niet in naar mama's toe. Oh ja. Moet je eens nagaan dat het nou weer in mei was en dat het nu weer juli is. Ja. Lijkt net gisteren dat je hier bent geweest. Postcode loopt drijven. Ik heb niet veel grappig hier dan in de kant op. Paaltjes. Jezus. Als je dit allemaal gaat tellen, ben je morgen nog bezig. Huh? Misschien nog wel een jaar ben je bezig. Nou, daar zie je dus die schotels. En vindt hij mooi? Ik denk ook niet dat je hier in de toekomst ja, ooit zou komen. Ja, zou gekomen zijn. Nog nooit eens nagaan. Ik ben hier nog nooit geweest. Nee? Nou. Huh? Ik ga net in. Au. Ja, en? Ja. Nou? En het is in 1945 al gebeurd. En toen was jij oud? Nee, toen was ik er nog niet. Wanneer was jij er dan? 1940. Vier jaar daarna? Echt 4 jaar daarna? Echt gewoon 4 jaar. En opa? Opa 2 jaar eerder, 47. Die leeft er nog wel in de Tweede Wereld. Nee, opa. Oh. Nou, wat is dit? Barak. Dit zijn de barak. Brak. Brak. If you don't know about Deco, buy now Rubrak, check out the Smikkelbakje. Winsum? Nee. Nou, dit was het eigenlijk alweer. Daar is nog een treintje voor, daar is nog zo'n huisje. Ja.
En ik weet niet wat daar dan verderop is. Hier zijn we bij de treintracks, oftewel de treinspoor. Boah. Boah. Dat loopt ook daar. Oh. Aardappelkelder, dat kan. Het eten in de kant was voldoende, maar... Aardappelkelder, dat is een aardappelkelder. Het eten in de kant was voldoende. Ach, gas, gas, ik kreeg geen... De voedsel was deels afkomst van de kant gebruikt. Aardappelkelder. Gas, ik kreeg nog niet eens een stukje brood. Nee. Dus. Wie is zo sterk om dat ding weer even op goed te zetten? Sterkste man van Nederland. En his name is Ron! Koes. Met plezier. Shine. Chandelier. Boodschap! De brandbaas. Ongemerkt. Smiksmiddelbeer. Toch? Kijk, dit is nou echt zo'n prank. Prank! Huh? Dit is echt zo'n prank. Jij denkt, fucking hell, een kelder, jongen. Fuck je, ik ga even naar binnen. Kom je eraan? Deur. En wat is dat nou? Die deur, die zit fucking erg dicht. Yo, maat. De deur die zit gewoon fucking hard dicht. What the fuck? Je had er gewoon een paar lampen neergehangen. Au, kut. En een paar, een beetje schoongemaakt. Nou, daar kon je er zo in. Prank! Prank! Verder is hij niks. Maar ik zeg van, als je nou daarheen gaat, hangt een paar lampen neer, ongediertebestrijding erbij. En haalt het allemaal even weg. Nou, dan kan je erin, dan kan je even kijken. Ja, maar dit is zo cool. Van wie? Van wie? Nou, dat is een herinnering. Het is een herinnering, hè? Ongediertebestrijding. Ja. Dus, ja, dat wou ik zeggen. Dit is een platte grond. Kijk, dit is wel een lege basis groot hoor. Dit. Ja, dit is platte grond. Precies. Nou, hier stonden allemaal van die huisjes. Oh, dit was een treinspoor. Die binnen rechte lijn. Nee, dit is wel een lege basis groot hoor. Nou. Boah. Dit is ook wel mooi. Ja. Ik ben voor mij is daar nog wat of dat. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Boah. Nou, hier ben je weer bij die. Dat Bas, Dosh. 25 jaar. We brauchen Bas. We brauchen Bas. Was geht denn, Alter? Bas, wir brauchen Bas. Seid ihr da? Natürlich. Sicher, Digga? Natürlich. Alles klar? Natürlich. Sicher, Digga? Natürlich. Alles klar? Hans Rudolf Goldschmidt. Boah. Hallo, ik ben Vos. Nu gaan we naar dat centrum. Het linkercentrum. Daar kan je een hapje halen. Ja.
naar het glazen huis weer. Boodschap! Boodschap! Hey, Giel! Hey, kerel, man! Klein vogeltje. En de... Net pindakaas gegeten dus. Net pindakaas gegeten dus. Nou, we zijn tenminste weer terug. En ja, we gaan nu naar het centrum. Gaan we even een hapje eten. Het is een soort van Hema. Radio Sterren, waar ik met al die fucking schotels. Van de UFO-mafia. Van de UFO-mafia. Ik ben UFO-piloot. Met welke schotel? Met de X-28. Scoopie, zeg maar. Oh, dit is Nix. Ja, daar mag je niet heen hoor. Oeh, ik ga erin. Dit is de Sterrenwacht. Radio Sterrenwacht. Eigen terrein. Poh. Er staat echt overal verboden toegang. Beleg. Een broodje met... UFO. Beleg. Nou ja, dat was... De schuilbunker. Au, domme. Dit is ook dicht. Zo. Ik ga kijken. Ja, ik ga er niet die trappen voor. Ik ga er echt niet die trappen. Noem niet tijger als je ziek bent. Dus daar komt een dikke vleermuis. Noem niet tijger als je ziek bent. Ga je dan open? Ja, dat weet ik niet. Oh. Ja, ik ga er ook niet in hoor. Doe niet tijger als je ziek bent. Ja, dus daar komt een dikke vleermuis. Hallo? Doe niet tijger als je ziek bent. Kom maar, ga. Doe niet tijger als je pindakaas bent. I hang with the hardest motherfuckers. I got rhymes by the buckets, make you niggas wanna suck it. I'm the epitome of God gifted. When I busted my first rap, the whole... Wat een ongelofelijke mix. Mikkel Been. Zenten, we gaan hier even een drankje en een hapje halen. Een borreltje. Ach, om de hoek. Het is niet druk. Het is helemaal niemand. Daar kan je drinken bestellen, wat is er allemaal? Royal Club Fonte. Hoi. Kom binnen. Hoi. Wat hoor. Ja. Wat wil jij? Wat is er allemaal? Koffie, thee. Koffie en thee. Chocoladerepen. Ik wil wel een kopje cappuccino. En we hebben met man wat erbij. Met z'n wat erbij. Op dit moment is toch dat we gaan gebeuren. Chocoladerepen. Wij hebben een kandelbroodje, een spijzenbroodje, een kopje nog meer chocolademelk. En ik heb Fanta. Iets makkelijk dan maar. Denk ik, zoiets. Smaakt het? Heerlijk. Broodje. Wat was het? Wat was het voor broodje? Wat was het voor broodje? Broodjes en ijs. Komt van de ijs. Hier in de hoek. Haha. Hey, Elmer. Niet roken. Ja, dan. Kogel. Oké. Okay.
Stond ook echt niet roken. Boah. Boah. Nou, wij moeten even weer fietsen. Hé, hey, mooie vogel. Loopt ook echt recht voor zijn neus langs. Hm? Wat zie je nu? Die loopt recht voor. Boe. Boe. Die wil eten voor mij. Ja, die... Ik heb geen eten meer. Die zit hier al wat, hè? Nee, dat gaat niet geen mentos. Nee. Dat is scherp, hoor. Er zitten allemaal wat zaadjes in, dat pikt hij op. Hoezo komt hij zo dichtbij? Ja, dat weet ik niet. Hij staat. Oeh. Oeh, let the birds out. Oeh, let the birds out. Oeh, oeh. Oeh, let the birds out. Kijk, hij gaat ook niet weg. Nou, je moet niet aan het doen. Hij is uit de kooitje geslopen. Hé, waarom heb ik hem niet in beeld? Oh, gaan we weer verder? Ja. Ha, daar gaat hij. Stramig. Heet niet aan, mooi. Werd gebruikt op tafel als versiering en fruitmandje. Nou, we zijn weer thuis hoor. Was een leuk fietsen. Dus wij zijn weer thuis. En het was een lange rit naar Westerbork, ook lang weer terug. We wouden nog naar die Jumbo hier in de buurt. Maar dat was ook nog 5 kilometer. Dus dat was een beetje te ver. Nog iets te melden? Nee? Nou ja. Een lekker broodje met makreel. Kip? Nee. Makreel. Nee, niet. Makreel. Smaakt het? Lekker. Mm. Ken je de kaap? Dit is echt wel lekker, hoor. Ja. Nou, we moeten morgen weer weg. Dat is wel jammer. Oei. Wat ben je aan het doen? Oh. Het is niet donker. Even het licht aan doen, hè. Wat is er? Wij gaan zo weer film kijken en dan is het morgen vroeg inpakken en wegwezen. Ja. Ja. Wat? Ik vond het wel grappig dat hij dat zien Breedbeeld TV aan. Mm. Maar de tv boven, dat was niet zo. Nee. Nou, we moeten... Nou, eigenlijk is de hele koelkast er bijna leeg. Hm? De hele koelkast is eigenlijk al leeg. Ja, dat is een beetje zin, maar ik vond dat we vandaag dit gekocht hebben. Zo veel hebben we niet meer. Nou ja, wij gaan nog chillen. Nou, wij gaan film kijken. Ik ga hem dit wegbrengen. Yeah! Oh, ja. Bieden Lidl. Zo, ik moet dat er ook nog helemaal draaien. Nou, en dan moet ik morgen even die vuilniszak even naar het afval brengen. Dus ja. Ja, ik neem morgen wel vuilnis en zo. Nou, veel succes met film kijken. Doei. Wat een ongelofelijke mix. Moet ik ook wat zeggen? Nee. Jongens, beste kijkers, ik ga slapen. Ik hoop dat je het leuk vond.
Oké, daar vond ik wel meer geslaagd dagje. We zijn naar kamp Westerbork geweest. We hebben verder gechilled, we hebben een beetje gezwommen. En de volgende dag moesten we weg. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Geef een blauw duimpje op je video. Abonneer en dan zeg ik peace. En ja, shout-out naar kamp Westerbork. Het is best wel leuk, ik ben er vaak geweest. 3 keer, 2 keer. Doei. Is het goed? Goed, ja, alle dingen.